Je begint met de vouwwagen waterpas te zetten. Dit doe je eerst in de lengterichting door het neuswiel hoger of lager te draaien. Daarna draai je de uitdraaisteunen uit. Hiermee kun je de vouwwagen in de breedte waterpas zetten en stabiliseren. Haal het afdekzeil van de vouwwagen. Indien je een Mercury met keuken hebt, dan haal je nu de keuken van de vouwwagen af. Bij een vouwwagen zonder keuken moet de verlichtingsklep verwijderd worden. Nu kan het frame van de wagentent worden opengeklapt. Doe dit eerst naar links en vervolgens naar rechts. Pak nu aan de voor- en achterzijde van de vouwwagen de horizontale stokdelen en verbind deze met elkaar. Schuif de tentstokken uit tot deze vastklikken in de daarvoor bestemde gaatjes. Klap vervolgens de bedden open en stel de bedpoten in hoogte af, zodat je bed waterpas komt te staan. Hang beide binnententen op. Begin met de hoekpunten en vervolgens de overige punten. Bij slecht weer kun je dit ook onder het tentdoek doen, zodat alles mooi droog blijft. Vouw het tentdoek naar beneden. Zorg ervoor dat dit rondom goed over het frame valt. Begin aan de disselzijde met het afspannen van de wagentent. Pak eerst de spanpunten links en rechts van de raam, dan de vier hoeken en als laatste de overige spanpunten. Span het frame nu nog uit, zodat de tent mooi strak komt te staan.
Vouw het grondcel uit en rits deze vast aan de wagentent. Leg de boogstokken op het grondcel neer met de boogstok voor de keukenuitbouw onderop. De tweede boogstok laat je met de boog naar de wagentent wijzen. En de derde boogstok moet met de boog naar de voorzijde van de voortent wijzen. Rits de voortent eerst links en rechts circa 20 cm aan het grondcel vast en rits daarna de voortent aan de wagentent. Schuif de voorste boogstok door de tunnel en strik de middelste lus strak om de stok heen. Span vervolgens alle afspanpunten van het grondcel af. Begin met de twee haringen op de hoekpunten bij de vouwwagen en dan de twee hoekpunten aan de voorzijde. Til de boogstok van de grond en zet deze rechtop. Zet de middelste spanband vast aan de grond, maar zet hem nog niet volledig op spanning. Zet de achterste boogstok rechtop en rits de tunnel eromheen dicht. Doe hierna hetzelfde met de voorste boogstok en de boogstok van de keukenuitbouw. Strik de drie lussen strak om de boogstok van de keukenuitbouw vast. Rits de voorwand in de tent. Span daarna de boogstokken in hoogte af. Strik nu ook de overige twee lussen strak vast en trek de drie spanbanden stevig aan.
span vervolgens alle afspanpunten van de voortent af. Als laatste trek je de spanbanden van de keukenuitbouw stevig aan. Wij wensen u een fijne vakantie.